In deze instructievideo ga ik je een beetje wegwijs maken over hoe Impress omgaat met multimedia. Multimedia is eigenlijk alles wat dat audio en visueel materiaal betreft. In deze instructievideo ga ik een drietal onderdelen bespreken. In eerste instantie de ondersteunde formaten die LibreOffice Impress ondersteunt van nature. En dan hebben we ook nog manieren van invoegen in het tweede onderdeel. En uiteindelijk eindigen we met een aantal tips en opmerkingen. Je zal zien dat ik hier reeds een presentatie heb klaargestoomd met al wat dia's in voorverwerkt, zodanig dat we zelfs snel deze presentatie kunnen verder afwerken. Hier zie je alle onderdelen staan. Nu, ik zal het eerst hebben over multimedia audio en video. Audio, dat kom je meestal tegen in de vorm van WAV-bestandjes, WAV of MP3'tjes. Video, daar zijn ondertussen heel wat formaten van. Ik ga je laten zien welke multimedia fragmenten ik reeds aanwezig heb op mijn computer. Hier in het mapje media heb ik een aantal fragmentjes staan. Ik zal eens even de details laten zien. En wat hebben we? We hebben een FLV bestand, een flash video bestand. MP3's zijn jullie zeker wel bekend. MP4 ook, want dat is de nieuwe techniek eigenlijk die heel vaak gebruikt wordt om videobestanden te comprimeren. WAVE is het oude geluidsformaat van vroeger, wordt ook nog heel vaak gebruikt. WebM is een nieuwe webmedia streamingstandaard en WMV is Windows Media Video formaat. Je ziet dat hier van achter ook dat het verschillende formaatjes zijn. We gaan nog eens even kijken wat dat ik klaargestoomd heb. In het eerste onderdeel zie je staan één ondersteunde formaat. Als je een nieuwe dia toevoegt, ik zal het even onderaan doen, nieuwe dia toevoegt, dan krijg je altijd deze opmaak. Klik om tekst toe te voegen en dan krijg je hier in het midden ook deze vier icoontjes staan. Ik zal deze dia even terug wegdoen. Dia verwijderen. En ik ga je laten zien, deze had ik hier al klaargemaakt. Ik heb alleen de titel ingevuld en dan kon ik hier klikken om een stukje tekst toe te voegen. Hier zie je de vier icoontjes waar ik het zojuist over had. Wil je multimedia formaten gaan toevoegen of een multimedia bestand, dan klik je op dit icoon film invoegen. Ik ga je nu alvast vermelden dat mijn PC heel erg traag is. Dus als je het lijkt alsof LibreOffice Impress heel traag werkt, dan klopt dat niet helemaal. Want ik ben het filmpje aan het opnemen en mijn computer is niet in perfecte conditie. Dus ik ga eens even kijken. Bij mijn favorieten heb ik LibreOffice Impress, heb ik datzelfde mapje al toegevoegd. En dan zie je hier wat dat je kan gaan gebruiken. Nu, hij staat standaard op alle film- en geluidsbestanden. Als ik mijn mapje media open, dan zie je de MP3's, het MP4, het WAVE en het WebM bestand. Maar niet de twee andere die er ook nog zijn. Als ik nu even naar beneden ga en ik kijk alle bestanden, dan krijg ik wel mijn WMV bestand en mijn FLV bestand. Dus dat wil zeggen dat standaard in LibreOffice Impress, ik zal het venstertje even naar links doen, dat eigenlijk deze formaten standaard toegevoegd kunnen worden. Dus je ziet hier heel wat formaten staan, maar daar zit niet alles onder. Ik kan eens even kijken of die het wat breder maakt. Als je zegt alle film- en geluidsbestanden, dan krijg je dus die wat LibreOffice standaard ondersteunt. Nu, je kan dan heel eenvoudig eentje toevoegen. Je drukt daarop, je drukt op openen en hij zal het gaan toevoegen. Ik zal eens even het Lyceumkoor gaan gebruiken. Je drukt op openen. Dat duurt heel eventjes, want hij gaat het eigenlijk invoegen in de presentatie. Dus hij verwerkt het in het presentatiebestand. Je ziet dat hij op mijn computer wat moeite had. Maar het bestand is toegevoegd. Want als ik het zo afspelen, ik ga je het hier laten zien. Presentatie. Gaan we even kijken of ik mijn scherm moet wisselen. Ik hoop dat dat bij jullie een beetje erdoor komt. Het geluid was vrij hard, ik hoop dat het niet storend was voor jullie. Maar je ziet dat het videofilmpje is toegevoegd. Ik ga het even ongedaan maken, want we gaan het een en ander nog verder uitzoeken zelfs. Wil je dus een extra of een formaat toevoegen dat niet in de standaardlijst staat? Dus ik zal nog eens even gaan kijken in mijn mediamapje. Standaard staat het hier op alle film- en geluidsbestanden. Stel dat jij dus nog bijvoorbeeld een FLV-bestandje van het internet hebt gedownload, dan staat het er niet tussen, maar als je hier naar beneden klikt, alle bestanden, dan kan je wel bijvoorbeeld het FLV-bestand selecteren. Ik druk open en je gaat zien dat LibreOffice dat toch zal importeren. Bij mij duurt dat omwille van de PC wat langer. Hij geeft een vreemd formaat, het vraagteken, maar je zal zien als ik op presentatie starten druk, dan ga je zien dat hij het toch zal afspelen. Maar papa, heb je zich nog gar niet gevraagd? Wie komt het eigenlijk met... Veel te luid. Mijn excuses daarvoor. Ik zal proberen het geluid nog te verminderen in het uiteindelijke filmpje. Ik heb ook gemerkt dat als je een ander formaat invoegt, dan zal ik die WebM eens eventjes proberen. Dus ik ga dat even invoegen.
LibreOffice Impress, dat is hetzelfde mapje Media, en of bijvoorbeeld de roltop, het WMV-bestand, wat die standaard zogezegd niet zou herkennen. Kijk, het WMV-bestand staat er niet bij, maar als ik zeg alle bestanden, staat hier wel bij, dat is 5 megabyte, dat is vrij groot voor deze computer. Dan ga je zien, hij gaat het toch kunnen invoegen en hij gaat zelfs het voorbeeld kunnen laten zien. Dus ook al zegt die standaard dat hij het niet ondersteunt, toch zal hij het uitvoeren. Presentatie starten eventjes. Voilà, en je zag dat hij het fragment wel degelijk speelde. Dus ik zal het even terug wegdoen. We hebben het op dit moment niet nodig. Je ziet dat LibreOffice bij mij wat trager werkt op mijn computer. Dit is het onderdeeltje over de ondersteunde formaten. Dan gaan we eens even kijken wat dat de manieren zijn van invoegen. Dus manieren van invoegen. En wat kan je doen, wat zag je me eigenlijk doen? Dat is dezelfde wijze als via invoegen film en geluid gaan. Ofwel druk je hier op dit icoontje. Stel dat je dit kadertje niet hebt. Ik zal het eens even selecteren en ik doe het weg. Stel dat je het niet hebt en je wilt nu een geluidsfragment of een filmfragment toevoegen, kan je heel eenvoudig van boven invoegen film en geluid en je komt eigenlijk op hetzelfde terecht. Dus ik zal eens even naar mijnzelfde map gaan en je krijgt hier bijvoorbeeld een geluidsfragment. Ik zal eens even openen. En dan ga je zien, dat is een ander icoontje. Dat is dit icoontje, dat zal ook onmiddellijk starten als ik deze presentatie in de dia hier start. Zo, ik hoop dat jullie het geluid gehoord hebben. Dus dat is één manier van toevoegen, invoegen, film en geluid. Even ongedaan maken, zodat het een propere presentatie blijft. Wat kan je nog gaan doen? Je kan een externe link gaan toevoegen. Dus ik ga hier dit even wegdoen. Ik heb deze tekst niet, of test, deze informatie niet nodig. En ik wil bijvoorbeeld een link gaan toevoegen. Ik zou een stukje tekst kopiëren, kunnen noteren, sorry, Lyceumcore. En ik zou daar een link van kunnen maken. Dus eventjes een tijdje geleden invoegen. En dan moet ik zoeken naar hyperlink. En dan gaan we zeggen, wat is het doel? Waarschijnlijk staat je filmpje op het web. Dus ik ga hier even naar YouTube. Eens even kijken of we daar het Lyceumcore vinden. Ik ga naar de website van de school, Lyceum Genk. Of het YouTube kanaal eigenlijk van onze school. En dan weet ik dat hier een klein beetje naar beneden het Lyceumcore staat. Ik kan dat klikken. Ik ga dat wel pauzeren natuurlijk. En wat heb ik dan nodig? De link van boven natuurlijk. Ik duid die aan. Rechtermuisknop kopiëren. En ik ga in Impress deze plakken. Dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt. Ik druk op toepassen om zeker te zijn. Ik druk op sluiten. En als alles goed is, krijg je nu een blauw onderlijnd woordje. Waar dat je ziet dat er een link aan toegevoegd is met de hand eigenlijk. Dus ik zal deze even sluiten. En ik ga gewoon een nieuw tabblad al klaarzetten. Stel dat je nu de presentatie zou starten. Presentatie starten, zo. Dan gaat er niks gebeuren totdat je natuurlijk met de muispointer over Lyceumcore gaat. Je drukt daarop en hij gaat de externe link openen. En je komt natuurlijk rechtstreeks op het filmpje uit dat je hebt toegevoegd. Ik zal het even wat groter maken, maar ik ga het wel pauzeren. Dus dit is de tweede manier eigenlijk om videoformaten toe te voegen. Let wel, dit werkt natuurlijk niet als je de presentatie op een USB-stick zou zetten. Je zou hem meenemen naar een laptop of een computer die geen internet heeft. Dan kan je hier natuurlijk niets mee doen. Nu, in de lessen leer je ook dat je filmpjes van YouTube zou kunnen downloaden naar diezelfde USB-stick, maar dat bevindt zich in de grijze zone van de schending van de privacy, dus dat ga ik je zeker niet op film uitleggen. En even terug sluiten. En we gaan terug naar onze presentatie. Hier, ik sluit hem eventjes af. En ik ga naar ons presentatie hier. Dus dit was de tweede manier, via het toevoegen van een link. Of, en dat is een derde manier, is een manier die ik regelmatig gebruik, dat is via het toevoegen van een interactie. Dus wat ga ik doen, of wat doe ik meestal? Ik voorzie een knop waar ik op kan drukken, die automatisch een muziekje start. Dus ik ga eens even heel snel via een basisvorm een knop maken. Dat is een heel eenvoudige knop natuurlijk, geeft er wat schaduweffect. Ik dubbelklik om een tekst toe te voegen. Ik weet dat het een geluidje is. En het geluidje heet Rumble. Zo, nu heb ik mijn knop klaar. Nu kan ik daar een actie aan gaan toevoegen. Hoe doe ik dat? Heel eenvoudig, rechtermuisknop. En ik kies hier interactie. En dan kan je hier handeling per muisklik gaan kiezen om, en het staat vrij naar beneden, een geluid af te spelen. Hij vraagt natuurlijk waar staat dat geluid en je drukt op bladeren. Ook hier ga ik naar diezelfde map. Media,
En ik ga het geluidje even zoeken. Een geluid. Voilà. Mijn wave geluid, rumble. En ik druk op openen. En je gaat zien, hier gaat hij dat toevoegen. Laat je niet van de wijs brengen door het pad hier. Eduwe.nl en de volledige padnaam. Hij gaat toch proberen, voor de mensen die dat weten wat dat is, het relatieve pad te gebruiken. Dus als je dit zou meenemen op een USB-stick, moet je gewoon zorgen dat je geluidsformaat of je geluidsfragment in het mapje media zou staan. Op diezelfde USB-stick. Ik druk op OK en we gaan eens kijken wat dat geeft. Voor mij het voordeel geeft dat het niet automatisch het geluidje afspeelt als je op de dia komt, maar enkel wanneer je erop drukt. Dus ook dit gaan we eens even starten. Presentatie. En dan ga je zien, we komen op deze dia uit. Er gebeurt niets, er is geen geluid, behalve als ik natuurlijk op de knop ga klikken. Ik druk daar nu op. Voilà, ik ga het al onmiddellijk ook afsluiten. En ik druk op Escape. Dus hij speelde het geluid af. Ik hoop dat jullie dat goed hebben kunnen horen. Het grote probleem hier is een beetje dat je dat geluidsfragment volledig moet afluisteren. Er is geen stop- of terugspoelknop bijvoorbeeld. Behalve als je naar de volgende dia springt. Dus zoals ik daar juist deed, dan gaat hij het geluid stoppen eigenlijk en naar de volgende dia gaan. Nu, ook daar leer ik je zelfs in dit onderdeel enkele tips, of een tip, hoe dat ik dat probleem oplos. Nu, dit was een wave-geluidje, maar ik kan ook gerust een heel MP3, een muziekfragment. Stel dat ik eens even een ronde knop ga gebruiken. Ik geef die een schaduwkleur. En eens een ander kleurtje. Een rode knop. Oké. Okay. En ik zeg hier lied One Day. Baby, als ik mij niet vergis, is de originele tekst. Wel niet zo'n mooie knop uiteraard. Maar ook hier gaat het om het principe. Rechtermuisknop interactie. Ik ga een geluid afspelen. En dat zal ik opnieuw moeten bladeren. In diezelfde map. En ik ga nu Asaf Abidan gebruiken. Openen. Oké. Okay. Hij gaat dat al verwerkt hebben. Van het moment dat ik nu op presentatie klik. Ga je zien, hij gaat niets afspelen totdat ik met de muis op de knop ga staan. Ik druk. Voilà, dus dat werkte foutloos. Het enige probleem is wat ik je zei, je kan niet vanuit deze dia nog via een eenvoudige manier dat dingetje laten stoppen, het liedje laten stoppen. Waar moet je wel op letten? Dat als je dit doet, dus een MP3 fragment toevoegt, gaat hij het niet automatisch verwerken in je presentatie. Je moet altijd dus het MP3 bestandje mee toevoegen op je USB-stick. Dat moet je altijd doen. Dan komen we aan de tips en opmerkingen. De eerste tip of opmerking is filmpjes niet onmiddellijk starten. Je had het misschien gezien, stel dat ik op die eerste dia hier een filmpje zou toevoegen. Dus ik ga dat even doen opnieuw. In diezelfde map media en ik kies bijvoorbeeld die leuke of bijvoorbeeld die van ergonomie op het werk. Ik weet dat het een MP4 is, dus daar zal mijn computer iets harder voor moeten werken. De MP4 bestand is hoog gecomprimeerd of sterk gecomprimeerd. Ik heb het niet aangeduid, dus ik ga het opnieuw aanduiden. Zo, ik ga dat eventjes verwerken. Daar zit hij erin. Het vervelende is natuurlijk, als je nu van deze dia vertrekt en je springt naar deze dia. We kunnen hier gerust even van boven nog een stukje tekst bijzetten. Ergonomie. Op het werk is het filmpje. Zo. En je zou op deze dia terechtkomen, dan gaat hij onmiddellijk het filmpje spelen. Dus soms is dat vervelend als je hier eigenlijk nog heel wat informatie wil gaan plaatsen. Dus ik ga dan eens even starten. Extra presentatie starten. We gaan eens even kijken. Dit is mijn eerste dia. Zou ik nu op de muis klikken? Dan krijg je onmiddellijk. Ik ga hem ook stoppen. Dan krijg je dus onmiddellijk het filmpje. Soms is dat vervelend. Wat is de tip of de truc eigenlijk die ik gebruik om dat te doen? Dus ik ga deze dia gewoon eventjes. Ik maak hem klaar. Met alle informatie die dat je wenst. Ik ga die dia dupliceren. Zo, maak eigenlijk een kopietje ervan en uit de eerste dia haal ik het filmpje terug eruit. En nu gaat het lijken alsof het filmpje pas start als ik op de muis klik gedrukt heb. Dus ik doe datzelfde opnieuw, presentatie. Ik krijg mijn eerste dia. Ik druk op de muisknop. Er gebeurt niets, want in die tweede dia krijg ik eigenlijk alleen de informatie. Als ik nu klik, voilà,
druk op Escape. Nu leek het natuurlijk alsof die titel gewoon mooi bleef staan, of die informatie bleef staan en het filmpje erbij kwam. Maar eigenlijk heb je dus een tweede dia gemaakt, waarbij in de eerste dia het filmpje niet zit en de tweede dia het filmpje wel toegevoegd is. Eens even kijken welke tips of trucs dat we nog hadden. Even naar onder gaan. Geluid via knop stoppen. Deze. En dan gaat het natuurlijk over deze geluidjes die we hier al toegevoegd hadden. Nu, ik speel eigenlijk een beetje vals. Want als je ziet in mijn multimedia bestand heb ik een mp3'tje waar dat 1 seconde stilte in zit. Dus als ik dat zou dubbelklikken bij mij op mijn computer, je ziet het hier, ik zal hem nog eens afspelen. Dat is eigenlijk echt een seconde met niets. Dus dat is eigenlijk interessant om achter een nieuwe knop te steken. Nu kan je nu al laten zien, als je inlogt op Smart School en je gaat naar het vak bijvoorbeeld 1 ICT Moderne, maar het zit ook bij de Latijnse, bij de documenten, hier bij 8 presentatie, daar staat dat mp3'tje. Dus je zou dat gewoon door daarop te klikken, zou je dat kunnen gaan downloaden, zodat je dat thuis ook kan gaan gebruiken. En dan ga ik laten zien wat ik daarmee doe. Dus ik maak een nieuwe knop. Ik zal een afgeronde rechthoek pakken. Ik zal hem heel erg groot maken. En ik stop muziek. Oei, muziek. Zo. Ook hier maak je dan natuurlijk een veel mooiere knop van dan degene die ik nu gemaakt heb. Maar wat doe ik achter dit knopje? Doe ik rechtermuisknop en interactie. Ik doe alsof ik een geluid ga afspelen. Maar je kan het al raden. Dat is die ene seconde met stilte. En dus hier 1 seconde stilte. Openen. En ik druk op OK. En dat gaan we ook onmiddellijk uittesten. Ik zal er niet door uitbabbelen, want dat is natuurlijk heel erg vervelend. Dus je gaat mij zien klikken, eerst op geluidje en dan stop. En dan eens op lied en stop en je gaat zien dat dat wel degelijk werkt. Zie je? Dus wat dat we eigenlijk doen is een nieuw mp3'tje starten, maar daar zit niets in het mp3'tje, dus het lijkt alsof we de muziek stoppen. Dus dit is mijn trucje eigenlijk om muziek te laten stoppen. Dit is een heel aangename dia om te gebruiken in bijvoorbeeld je muziekpresentatie, zodat je mp3'tjes onder elkaar kan zetten en je drukt gewoon op. Je maakt 1 knopje stop muziek en dan kan je alle mp3'tjes mee stoppen natuurlijk. Dus dat is een tweede tip of truc. Dan gaan we eens even kijken, de grootte van je presentatie. En dan komen we eigenlijk een beetje aan een pijnpunt. Vroeger was het zo dat LibreOffice Impress de muziek of video die je gebruikte niet opsloeg in de presentatie. Dat had zijn voordelen, want je presentatie bleef klein en snel. Maar dan gebeurde het soms dat als je een presentatie naar iemand meenam en je vergat de videobestanden, dan speelde hij natuurlijk niets af. Nu, wat hebben ze gedaan? Ze hebben dat veranderd. Dus iedere keer als je nu een videofragment, niet een audiofragment, maar een videofragment gaat toevoegen, gaat hij dat bewaren in de presentatie. Waardoor helaas je presentatie wel erg groot wordt. Dus ik zal het je laten zien. Ik ga nu die presentatie in het bewaren, dus dan opslaan. En ik ga je laten zien, ik zal het misschien wat kleiner maken. Dus als ik mijn verkenner wat kleiner maak, en ik maak deze wat kleiner, kan je dat zo wat beter zien. Dan ga ik naar de map Impress, en dan zie je dat mijn muziek, presentatie 141 kilobyte groot is, of heel erg klein natuurlijk. Stel dat ik daar een muziekfragment in ga toevoegen, dus ik ga dat even doen, maak dat wat groter, en ik doe invoegen film en geluid, ik kies in mijn map 1 voorbeeld, we zullen het Lyceumkoor, of ik wil die van ergonomie er eventjes terug bij, ik druk openen, je gaat zien hij gaat die weer toevoegen. Zo heeft hij eigenlijk in de presentatie gezet. En je gaat zien, als ik nu op opslaan druk, dan moet je eventjes in de gaten houden wat dat de grootte van mijn presentatie zal worden. Ik druk opslaan. En je ziet hier van onder, mijn presentatie is nu in 1 keer 6,5 megabyte groot geworden. Dus heel wat groter dan de oorspronkelijke presentatie. En je kan begrijpen, als je nu voor bijvoorbeeld je muziekopdracht een presentatie maakt met 10 filmpjes in, dat je presentatie heel erg groot gaat worden. Nu, ofwel gebruik je die externe links, ofwel, als je de filmpjes echt wil verwerken, wat natuurlijk het mooiste effect geeft, dan stel ik voor dat je eerst die hele presentatie met al je tekst en al je knoppen bijvoorbeeld helemaal afwerkt, zeker eens bewaart, en dan eventueel een nieuwe versie maakt, bestand opslaan als, en je noemt die muziek filmpjes inbegrepen, en je maakt dan je presentatie, of je voegt eigenlijk dan pas al je filmpjes toe.
Waardoor dat je eigenlijk pas achteraf met een grotere en vaak ook tragere presentatie gaat moeten werken. Dus eerst heel je opmaak maken, alle foutjes eruit halen, alle opsommingstekens juist enzovoort. En pas als laatste stap, zeker als je het extra bewaard hebt, pas als laatste stap je filmpjes gaan invoegen, want het zou heel groot kunnen worden. Dus dat was mijn tip in verband met de grootte van je presentatie. De bestandslocatie, dus wat dat ik je reeds gezegd heb, als je je PowerPoint-presentatie opslaat, dus je begint eigenlijk met het opslaan van je presentatie, ook al heb je er nog niets in zitten, je slaat hem op. En in diezelfde map sla je best je filmpjes op. Of je maakt natuurlijk één onderverdeling, één submapje. In diezelfde map sla je presentaties op. Wat dat je niet moet doen, is je muziek PowerPoint-presentatie bijvoorbeeld, ik zeg nu wel PowerPoint, maar ik bedoelde natuurlijk Impress-presentatie, gaan opslaan. En je filmfragment helemaal bijvoorbeeld ergens anders op een externe harde schijf hebben staan. Dat gaat natuurlijk niet werken als je dan die presentatie wil gaan gebruiken in bijvoorbeeld de school. Nu, deze tip komt daar natuurlijk sluit daar eigenlijk zeer nauw bij aan. Op voorhand moet je, voordat je je presentatie wil gaan geven, moet je die getest hebben. Dus sla ze op bijvoorbeeld een USB-stick en ga bij je buren of bij je vrienden of bij je familie of op school al op voorhand je presentatie eens testen. Nu, stel dat die mensen, en dan komen we eigenlijk bij deze tip, stel dat die personen geen Impress hebben, geen LibreOffice eigenlijk geïnstalleerd hebben, dan weet je ondertussen dat je via bestand opslaan als je presentatie in heel wat formaten kan opslaan. Dus ODF is Open Document Format Presentatie. Hier staat eigenlijk ODP voor Open Document Presentation. Dus je kan die gewoon gaan opslaan in ODP. Nog een extra opmerking. Je kan als je een Microsoft PowerPoint presentatie maakt, deze ook opslaan in het ODP formaat. Dus dan ben je altijd zeker dat die compatibel zijn met elkaar. Je kan die in een oud formaat gaan opslaan of je ziet het hier beneden staan. Je zou bijvoorbeeld in een PowerPoint 2010, en nu moet ik goed kijken, 2010 PPTX-formaat of PPSX-formaat kunnen gaan opslaan. Dus zodanig kan je mensen met een hele oude PowerPoint van 2003, PPT of PPS, je kan die dus ook in een PowerPoint-formaat gaan opslaan. Je weet, in school verplichten we je niet van LibreOffice te gebruiken. Mensen die liever werken met de Apple-producten van iWorks, of iWorks-producten van Apple, of de bekende Microsoft Office pakket, het bekende pakket daarin, en dan de PowerPoint versie natuurlijk. Als je dat wil gebruiken, mag je dat natuurlijk gebruiken. Wij raden altijd aan van je presentatie te bewaren in het ODP formaat. Dat is een standaard formaat dat overal ter wereld zou gelezen moeten kunnen worden. Maar je bent dus vrij om het pakket te kiezen dat je zelf wenst. Een laatste oplossing, stel dat je een formaat hebt, bijvoorbeeld je hebt iets opgenomen met je gsm en je krijgt het niet geïmporteerd in Impress. Nu, het importeren zal wel werken en op jouw computer zal dat filmpje zeker afspelen, maar als je het naar iemand anders een computer brengt en die heeft bijvoorbeeld niet de mogelijkheid om zo van die gsm filmpjes af te spelen, dan zal het daar niet lukken. Wat ik je dan aanraad is zeker je filmpje even om te vormen. Dus je kan bijvoorbeeld een FLV formaat zoals je hier zag, bij media, ik zal het laten zien. Je kan een FLV-formaat ook gaan omvormen, bijvoorbeeld naar een MP4 of naar een WMV-formaat. Nu, er zijn heel wat betaalde pakketten, maar je zag hier misschien de naam van een gratis product al staan, FreeMake, als je dat gaat googlen. Dus ik zal dat eens even googlen. Zo, we gaan naar Google, we geven in FreeMake. Je drukt op Enter. De eerste waar dat je uitkomt, Best Freeway Alternative, je ziet het staan, True Freeway of a New Level. En je ziet hier staan, Video Converter, daar moet je naartoe gaan. Als je daarop klikt, dan zie je, This is Free Video Converter, Convert Video Free to AVI, MP4, WMV enzovoort. Van allerlei formaten, van allerlei gsm en iPhone toestellen. Dus je ziet, dit is een gratis variant waarmee je eigenlijk alle formaten kan omvormen naar andere formaten. Je ziet ook dat je zelfs rechtstreeks video's kan omvormen naar een mp3'tje. Nu, gebruik dat natuurlijk op een correcte manier en ga dat niet gebruiken om illegaal muziek te downloaden uiteraard. Dus dit was mijn presentatie rond, hier staan we, Impress en Multimedia. Veel succes alvast!